Terwijl Hilwige op vakantie is, is ProRail druk bezig met de realisatie van Keerspoor. 6 augustus immers zullen de treinen weer gaan rijden. Bij ons Guus Bari van reizigersorganisatie Rover. Meneer Bari, de periode voordat Keerspoor begon, toen was het eigenlijk wel erbarmelijk, hè? Nou, er waren soms weinig volle treinen richting Nijmegen en dat vaak ook gekoppeld aan te korte treinen. Dus mensen, vooral in de spits, hadden daar last van 's morgens. En ja, nu is het met het Keerspoor, wordt het straks natuurlijk dat ze vaker in de spits richting Nijmegen gaan rijden. Ja, inderdaad, kan me nog voorstellen, 2 bakkers die kwamen eraan en mensen konden gewoon weer een half uur wachten, hè? Dat klopt, vooral omdat de intercities natuurlijk ook niet gingen stoppen. Hè? Dus daar was ook vaak wat discussie over. En nu is het dus de bedoeling dat zeker aanvankelijk, dus in december, in de spits in ieder geval men per kwartier gewoon naar Nijmegen kan. Wil ik toch nog even terugkomen in die periode in het begin. Zou het door betere coördinatie en het inzetten van ander treinmateriaal de situatie nog opgelost hebben kunnen worden? Nou, moeilijk, omdat je natuurlijk ook beperkt bent aan de stationscapaciteit en de treinencapaciteit en de omloop. Dus ik ben wel blij dat er in ieder geval enige vooruitgang is te boeken door dat er per kwartier een dienst is naar Nijmegen. Situatie nu. Door de bouw zijn er bussen ingezet. Hoe gaat dat? Wij horen wat klachten. Nou, die klachten die hebben alleen maar betrekking vooral op de eerste dag, maandag. De eerste maandag. Omdat toen ja, ook opstoppingen elders waren. Waardoor sommige bussen bijvoorbeeld een kwartier te laat kwamen hier. Dan plamateren de bedoeling is. Maar vanaf dinsdag heb ik eigenlijk geen enkele klacht meer gehoord. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Dus nu 4 dagen loopt het perfect. En ook volgens dienstregeling. En mensen wennen daar ook wel weer aan. Kijk, dit is de gewone lijndienst. Hier. Het is nou even krap. Want die moet 4 over vertrekken. Het komt gewoon omdat het even samenvalt. Zie je? Ja, goed. Maar het lost zich wel op. Wiegenaren hebben eigenlijk meer mogelijkheden om snel natuurlijk naar Nijmegen te kunnen. Hè? Er komt dus Dukenburg, er komt ook een station Goffert, dus bij het NXP-terrein. Dus ja, het is de bedoeling van dat het op den duur, maar dat gebeurt helaas nog niet in december, dat men ook non-stop richting Arnhem kan gaan met een soort sprintertje, maar dan in de vorm van een verlengde metro, hè, zeg maar, richting oorspronkelijk was de bedoeling richting Zevenaar, maar we hopen dat het in ieder geval richting Zutphen gaat nu. Voorlopig kan men dus straks om de 10 minuten instappen naar Nijmegen? Om het kwartier. Alleen dus voorlopig is het zo dat men altijd in Nijmegen moet overstappen. En dat is natuurlijk niet onze bedoeling. En ook niet de bedoeling. Maar we hopen dat het natuurlijk na verloop van, als de hele bubs ook met sneltreinen en intercities een ander schema heeft, dat het wel gaat gelukken om ook niet meer in Nijmegen richting Arnhem te hoeven overstappen. Maar dat is dus niet in december nog het geval. De situatie de andere kant op. Er zijn ook mensen die naar Os den Bosch moeten. Dat ligt anders. Ja, helaas. In die zin, wij als Rover waren ook voorstander, en dat zijn we nog steeds, van de verdubbeling van het spoor naar Niftrik. Want wij willen graag als reizigersvereniging dat men ook in het, zeker in de spits, 's morgens en 's avonds, richting Den Bosch per kwartier kan. Nou, en dat ligt op het ogenblik nog erg moeilijk en gevoelig. Dus dat komt ook omdat de stadsregio, die het grootste deel van geld hier investeert, ophoudt bij Wiegers, zeg maar. He, dus bij de grenzen. En de overkant Brabant is. We zijn dus wel bezig om te overleggen. Maar dat zie ik toch meer als een kwestie van iets langere termijn. Ja. Gaan we woensdag 6 augustus redden? Ik denk het wel. Maar je moet dus letten op dat er nu moet dingen gebeuren die je niet kunt doen tussendoor. Dus het is niet af. Het is alleen maar zo dat die buitenste baan, die moet beschikbaar zijn en het perron moet klaar zijn. That's it voor 6 augustus. Ja, want dat betekent namelijk dat ze gewoon weer door moeten rijden met de treinen. Maar er zijn nog niet nieuwere treinen bij. Dat komt pas in december.